Ben jij een van die mensen die denkt dat vapen onschuldig is? Nou, dat is het dus niet. Elektronische sigaretten, zoals de vape, zijn ongezond en enorm verslavend. Daarom zijn er regels gemaakt om te voorkomen dat jongeren ermee beginnen. Zoals bijvoorbeeld de leeftijdsgrens en het smaakjesverbod. In deze video vertel ik je alles over vapeverboden. Bijna 3 miljoen mensen in Nederland roken of dampen, zoals dat bij de elektronische sigaretten genoemd wordt. Zij zijn verslaafd aan nicotine. Dit stofje lijkt in het begin een prettig gevoel te geven, maar is eigenlijk een zwaar vergif. De nicotine in vapes heeft echt een effect op je brein, want de hersenen hebben cellen en die zijn dol op nicotine. Dus door het vapen geef je nicotine aan die cellen. En wat gebeurt er dan? Je voelt je beter, je voelt je prettiger, minder gestrest. Je hebt langere aandacht en concentratie. Dus allemaal winstpunten. Dus je denkt, haha, volgende keer nog meer, nog meer. En die cellen hebben ook steeds meer nodig om datzelfde effect te geven. En dan ontstaat de verslaving. En uiteindelijk gaan die cellen onderuit. En dan ga je juist rotzig voelen. Meer gestrest, meer angstig, minder concentratie. Dat is toch precies wat je niet wil? Dus doe het niet. We weten al heel lang dat roken ontzettend ongezond is. In Nederland overlijden er ieder jaar zo'n 19.000 mensen aan ziektes die veroorzaakt worden door roken. Per dag beginnen er zo'n 75 jongeren onder de 18 jaar dagelijks te roken. En hoe jonger je begint, des te groter de kans dat je verslaafd raakt en dus een hoger risico op gezondheidsklachten. Elektronische sigaretten zijn relatief nieuw. Maar wat weten we eigenlijk over vapen en je gezondheid? Nou, in e-sigaretdamp zitten tal van schadelijke stoffen die van top tot teen schade kunnen geven. In je hersenen bijvoorbeeld nicotine, heel erg verslavend. Ontzettend lastig om als je verslaafd bent aan nicotine om daarvan af te komen. Je longen, tot diep in de longblaasjes wordt er schade gevonden. Verder zitten er in de e-sigaretdamp kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor hart en vaten. Kortom, van top tot teen kan je de schadelijke effecten zien. En daarom werkt de regering dus aan een rookvrije generatie. Het doel is dat er in 2040 geen jongeren meer roken of dampen. Om dat te bereiken maakt de regering allerlei regels. Zo is het verboden om op schoolpleinen en allerlei andere plekken te roken en te dampen. En mogen sigaretten en vapes niet aan jongeren onder de 18 jaar verkocht worden. De NVWA controleert of winkeliers geen rookwaren verkopen aan personen onder de 18 jaar. Dit doen we door het inzetten van testkopers. En mag niet. Mag jou geen tabaksdoper. Je bent nog geen 18 jaar. Daarnaast controleert de NVWA of alle rookwaren voldoen aan de eisen. Denk aan een vape uit bijvoorbeeld China. Deze is lang niet altijd bestemd voor de Europese markt en kan te veel nicotine bevatten. Het verkopen van rookwaren die niet voldoen aan de Nederlandse wet is strafbaar en je kunt er een boete voor krijgen. Daarnaast kunnen wij deze producten uit de handel halen. Er mag nergens reclame gemaakt worden voor vapen en roken. Niet bij de bushalte, niet op tv en niet op social media zoals Instagram of TikTok. Het is dus ook niet toegestaan om als influencer een e-sigaret te promoten voor een bedrijf. Maak je wel dat soort reclame, dan kan je een boete van de NVWA verwachten. Het reclameverbod en het rookverbod op schoolpleinen bestaan al wat langer. En daar zijn nu twee nieuwe verboden bijgekomen. 1. De regering wil dat je op minder plekken rookwaren kan kopen. En daarom is het vanaf 1 juli 2023 verboden om tabak en e-sigaretten online te verkopen. Ook de verkoop via social media is dan niet meer toegestaan. 2. Watermelon, cherry cola of apple ice. Al deze smaakjes verhullen de bittere nicotinesmaak. Vanaf 1 januari 2024 is er een smaakjesverbod. En mogen vapes in Nederland alleen nog maar een tabaksmaak hebben. Al die fruitsmaken die klinken gezond, maar het zijn eigenlijk chemische mengsels en er komt geen vitamine aan te pas. Sterker nog, die mogen niet eens toegevoegd worden. Wil je meer weten over deze regels? Of zie je dat een webshop of een andere ondernemer zich niet aan een van deze regels houdt? Ga dan naar onze website www.nvwa.nl/vapen.